Meningokokkenziekte kun je krijgen door verschillende meningokokkenbacteriën. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je ziek hoeft te worden. Door te hoesten, niezen of zoenen kun je een ander besmetten. Voor baby's en tieners is de ziekte het meest gevaarlijk. Na besmetting kun je na 1 tot 10 dagen ziek worden. Komt de bacterie in je bloed of hersenen terecht, dan kun je binnen enkele uren ernstig ziek worden door een bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Bij hersenvliesontsteking krijg je een stijve nek. Baby's hebben pijn bij het verschonen. Bij bloedvergiftiging ontstaan bloeduitstortingen op de huid. Dit zijn ernstige complicaties waar kinderen gehandicapt van kunnen raken of zelfs aan kunnen overlijden. Sinds 2002 krijgen peuters van 14 maanden een inenting tegen de meningokok type C. Vanaf 2018 krijgen peuters en tieners een inenting tegen meningokokken typen A, C, W en I, omdat die bacteriën steeds meer voorkomen. Meer weten? Kijk op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.